Minister Kamp van Economische Zaken denkt erover om gas uit het buitenland te halen. Dan hoeft er minder gas uit de Groningse bodem te worden gehaald en neemt het risico op aardbevingen af. Een 34-jarige man uit Zaandam heeft zich bij de politie gemeld voor de schietpartij in Hoofddorp. Daar werd maandag een vrouw doodgeschoten. De man meldde zich bij het politiebureau en werd meteen in de boeien geslagen. De hittegolf in Pakistan heeft al aan zeker 445 mensen het leven gekost. In het zuiden van het land loopt het kwik de afgelopen dagen op tot 45 graden. Ook liggen honderden mensen die zijn bevangen door de hitte in ziekenhuizen. Een omstreden hoogleraar van het VUMC stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De professor was betrokken bij een nieuw onderzoek naar baarmoederhalskanker, maar had er ook zakelijke belangen bij. Het Griekse voorstel om de schuldeisers af te betalen kan worden geblokkeerd door het Griekse parlement. De vicevoorzitter laat weten dat de regering eerst mag uitleggen waarom Griekenland gefaald heeft in de onderhandelingen.